Nou ja, het zijn twee cafés in het centrum van Nijmegen waar besmettingshaarden zijn geconstateerd begin september. Mensen werden de dagen erop ziek en de GGD heeft geconstateerd dat het echt terug te voeren is naar die twee cafés. Ja, en dat betekent dat er niets anders op zit dan ze voorlopig te sluiten voor maximaal 14 dagen. Het ene café ging er om 17 geconstateerde besmettingen en de andere om 11. Dus het zijn echt behoorlijke getallen. Ja, ik vind het jammer, maar ik begrijp het wel. Maar hielp men zich hier netjes dan aan die regels? Jawel, zeker wel. Alleen ja, als er op sommige momenten ja, dan ontstaat er toch iets van laksheid en dan gaan er toch mensen staan. Maar ja, dan wordt dat ook heel snel weer teruggedrongen door de barmannen. Hoe dicht zit u eigenlijk tegen een algemene horecasluiting aan? Want ik kan me voorstellen, na drie cafés, dat een volgende stap zou kunnen zijn. Ja, maar daar ga ik niet op vooruit lopen, want dat zou veronderstellen dat er allerlei oorzakelijke verbanden aan u te leggen zijn. Ik hoop dat we dat niet gaan meemaken. Ik kan in ieder geval niet uitsluiten dat er nog niet meer besmettingshaarden ook in andere horecagelegenheden zijn waar we nu nog geen verweet van hebben. Ja, en dan zit er natuurlijk niets anders op dan ook op te treden.